We merken na ruim 4 jaar van herstel dat de economie flink gestabiliseerd is. De inflatie loopt terug. De koers is onder controle. De begroting is weer in evenwicht gebracht. Handelsbalans is positief voor ons land. En we maken weer mee dat ons land grote monetaire en internationale reserve gecreëerd heeft. En als we deze fase bereikt hebben, dat we zeggen dat we een stabiele basis hebben, dan moeten we nu werken naar de economische groei. Dat is geprojecteerd voor dit jaar rond de 3%, 3,5%. Als we zulke bedrijven vandaag openen, dan heb ik de overtuiging dat de economische groei nog sneller zal toenemen. En daarbij zal met name de private sector een zeer belangrijke rol vervullen. We zorgen voor een goed investeringsklimaat. We geven ook incentives aan bedrijven en personen die wensen te investeren. En we zien namelijk dat de private sector goed inspeelt op deze ontwikkeling. We zien de private sector investeren in hotelwezen, in huisvesting, maar ook in entertainment, mall, restaurants. We zien ook namelijk heel wat shore-based havenfaciliteiten opgezet worden door de private sector. We zien grote bedrijven nu naar Suriname komen om hier te investeren. En we verwelkomen ze allemaal omdat we investeringen nodig hebben in ons land. We zien ook tal van Chinese bedrijven die zich aandienen in Suriname om te investeren. We zien Chinese bedrijven in de huisvesting. We zien Chinese bedrijven in de infrastructuur. We zien Chinese bedrijven die in de oil en gas sector ook investeren. We zien Chinese bedrijven die ook investeren in exploitatie van onze mineralen, zoals de goudsector, onze steenslagsector. Maar we zien ook Chinese bedrijven die vandaag investeren in waterproductie. En we verwelkomen ze allemaal. We hebben ze nodig in Suriname omdat die ontwikkelingen bijdragen aan de werkgelegenheid, maar ook aan de verhoging van de